Daar is vandaag zwaar gesug in die parlement toe die ouditeur-generaal sy provinsiale en nationale verslag bekend gemaakt het. Lorenza Eckhart berig. Dit is al een bekende deentjie die. Die ouditeur-generaal wat skokkende verslag bekend stel. Mens is bijna al afgestomp voor al die slechte auditnies. Maar het maakt die nieuws niet minder belangrijk nie. Die provinciale en nationale verslag wat vandaag bekendgesteld is, wijst daar was oor die afgelopen 5 jaar een merkbare achteruitgang in audituitslag. Algehele onreelmatige besteding het sedert die vorige boekjaar van 51 miljard rand na 62,6 miljard rand opgeskiet. Die audits van nationale en provinciale staatsentiteite het in die algemeen verswak. In sy verslag van die 2018-2019 boekjaar maak die ouditeur-generaal ook vir die eerste keer melding van die implementering van sy nuwe magte. Makwetu en sy span kan nou ook kyk na sogenaamde materiële onreelmatighede, wat onreelmatighede is as gevolg van diefstal of bedrog. Daar is altesaam 28 materiële onreelmatighede geïdentifiseer. De grootste sondaars is die Vrystaatse Departement van Behuising, gevolgd door PRASA en die Departement van Water en Sanitasie. PRASA het een verlies van 2,2 miljard rand aangeteken als gevolg van onreelmatighede met die aankoop van nieuwe treine. Nie een enkele staatsinstelling het een skoon audit gekry nie. Op provinciale vlak is die Weskaap weer een ligpunt, met 79% van sy audits wat skoon is. In Mpumalanga het dinge echter verswak na een verbetering die vorige jaar. Gautengse onreelmatige besteding het toegeneem en die aantal skoon audits wat die provincie gekry het, het van 12 na 7 gedaal. Die Noord-Kaapse uitslaa het verder verswak en in die Vrystaat is daar nie een enkele skoon audit nie. In short, it's a clear indicator that government departments are not spending the money allocated to them efficiently and effectively, and that there is significant wastage without serious or adequate service and infrastructure provision based on that spending. Serkinski sê, hoewel die ouditeur-generaal meer magte het, is die stryd nog lank nie gewonne nie. The buck never stops anyway. There's no accountability for really, really bad management of public money, scarce resources, which means that if there's impunity, there's no incentive to change behavior. And to expect the Auditor General to clean that up is unrealistic and maybe even unfair.